Nou, Brederostraat Noord, die kant op, is inmiddels gesloopt. Daar gaan ze dan even kijken. We leven nu januari. Als het goed is naar de... Nee. Ze zullen daar met de nieuwbouw beginnen als er voldoende koopwoningen... Ja, precies. Daar weten we dus niet. Oh, in februari ergens start de verkoop. En dan moeten mensen dus beslissen op basis van tekeningen. Maar die tekeningen voor de huizen daar zien er heel mooi uit. Ja, dat worden heel leuke huisjes. Ja, klopt. Maar goed, wanneer dus die bouw begint, is eigenlijk nog onbekend. Want dat hangt af van het aantal woningen dat verkocht moet worden. En met de kredietcrisis weten we dat inderdaad niet. Hoe dat zal gaan. Maar goed, stel dat dat redelijk snel gaat. Dan laten we ervan uitgaan dat ze dan toch ergens... In juni dat nou, eigenlijk hoort bij fase 2 ook nog een hele nieuw appartementencomplex aan de Tollestraat. Op de plek waar nu de sportzaal staat en nog een gebouwtje van de oude spiegelhofje van vroeger. Daar komt geloof ik in 4 lagen een appartementencomplex met zo'n 32 huurwoningen. Dat zijn allemaal gelijkvloerse woningen en die gaan allemaal uitkijken over de spoorkuil. En een tweede zoon van die appartementencomplex, maar dat worden koopwoningen, worden weer hoger op bij de Tollestraat gezet. En dat hoort weer bij fase 3 en dat heet dan de Rusbroekstraat.